Zo. Echt dorst. En de hoogste tijd om weer eens een blik explainer-minuten open te trekken. Op de zaterdag. En niet zomaar een zaterdag. Zaterdag 1 april 2023. De dag dat er, geen grap, eindelijk statiegeld zit op dit blikje. Voor het astronomische bedrag van... 15 cent. 15 cent, één zo'n blikje. Waar hebben we het over? Nou, over opgeteld zo'n 150 miljoen van die blikjes die elk jaar in Nederland in het milieu verdwijnen. Wat doe je toch niet zo? Wat zeg je? Wat doe je toch niet zo in het water gooien? Zo is de natuur. Nee, zo is niet de natuur zo. Ogenblik. Als je al die blikjes nou eens omsmelt en er één gigantisch blik van zou maken, dan krijg je dus dit. Daarom dus. En trouwens, achter dit ogenschijnlijk simpele blikje gaat een fascinerende wereld schuil. Zowel wat betreft design als het spul waar het van gemaakt is. Geloof mij, na deze video heb jij respect voor dit blikje. En gooi jij hem niet meer weg. Wedden? 100 euro. 100 euro voor blikje is niet normaal. Oké, 15 cent dan. Klaar voor? In deze video werpen we een blik... op het blikje. Kijk, ik snap ook wel dat wanneer je hem op hebt, je deze neiging maar moeilijk kan onderdrukken. Wat doe jij nou? Ja, ik weet het. Nieuwe blikjes krijgen een statiegeldlogo en een unieke barcode met daarin informatie over de vorm, het gewicht en de producent. En die moet leesbaar zijn. Maar dat maakt bij die oude dus nog niet uit. Wel bij alle jaarlijks 2,5 miljard nieuwe blikjes. Die door dat logo en die code door 400 producenten en importeurs in Nederland dus een nieuw ontwerp moeten krijgen. Maar waarom drinken we eigenlijk überhaupt zoveel van die krengen? Nou, over dat ontwerp gesproken. Het blikje is inmiddels zo ingeburgerd dat we het vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Er rollen er dan ook wereldwijd jaarlijks zo'n 370 miljard uit de fabriek. Zou je die op elkaar stapelen en op de grond leggen, dan maak je met die blikjes meer dan een rondje om de aarde. Dat zijn er. So many that we overlooked the can's superb engineering. Ah, say hi to the engineer guy. In deze werkelijk waar briljante video. The ingenious design of the aluminum beverage can. Legt hij dat piekfijn uit in 12 minuten. Ik doe even de ingeblikte versie. Oké, ten eerste. Waarom is het een cilinder en geen bol of een balk? Een bol heeft immers het kleinste oppervlak met het grootste volume en vereist daardoor het minste materiaal. Het heeft geen hoeken en dus geen zwakke plekken. Supersterk. Bezwaar, het is heel lastig te fabriceren en het rolt zo de tafel af. En hoe ga je stapelen? Niet te doen. En een kwart van je totale volume is lucht. Dan de balk. Die rolt nergens heen. En is veel makkelijker te fabriceren. Er gaat geen ruimte verloren en dat maakt verpakken, verschepen en stapelen veel efficiënter. Maar al die hoeken, dat zijn zwakke plekken. En dus heb je veel dikkere wanden nodig en dus meer materiaal. Drinkt ook niet zo... comfortabel. In een cilinder komen de goede eigenschappen van een bol en een balk samen. Van boven lijkt de cilinder op een bol en van de zijkant op een balk. En je benut 91% van de ruimte. Dat is best netjes. Ook is een cilinder veel makkelijker te produceren. Dankzij... The ingenious design. Komt-ie. Men neemt een platte aluminium schijf en perst die door meerdere ijzeren malletjes voor de gewenste vorm en diameter. Ook om de wandjes extreem dun te krijgen en van de bodem een koepeltje te maken. Zo'n... Kromming verdeelt namelijk de verticale druk over de horizontale lijnen en daardoor kan zo'n koepeltje veel meer dragen. Dat wisten de Romeinen trouwens ook al. Dat hele duw- en persproces gebeurt in een fabriek in één enkele beweging en duurt maar 1/7 van een seconde. Sick. Dat is sneller dan knipperen met je ogen. Maar de randjes zijn nog grof, dus wordt er 6 mm van de bovenkant afgesneden. En dan wordt ook de nek gevormd, in 11 stappen, om daarna het bovenste randje licht om te buigen. Nu het blikje nog open is, krijgt de binnenkant een kunststof coating.
die de aluminiumwandjes beschermt tegen verzuring door de drankjes. En de drankjes beschermt tegen een beetje vieze metaalsmaak van het blikje. En dan is het tijd om te sealen. Het ging vroeger met lassen of solderen, maar de moderne blikjes die jij kent worden gesield met een super hygiënische dubbele naad. This can is cut in half so you can see the cross section of the double seam. Meteen na het vullen is het ook hier weer duwen en persen van twee fronten. De deksel en de bovenkant van de omgebogen nek worden in elkaar gekruld en zo krijg je dus een luchtdicht gesield blikje. En zo behoudt dit blikje zijn prikje, want al het gas blijft binnen. In frisdrank doet koolstofdioxide dat. Niet koolzuurhoudende dranken, zoals sapje of ijsthee, krijgen daarvoor in de plaats een teugje stikstof. Stikstof. Nee, niet die stikstof. Gewoon genoeg om die interne druk gelijk te verdelen over dat flinterdunne cilindervormige aluminium wandje. En zo krijg je een supersterk blikje. Zo sterk kan met gemak het gewicht van een volwassen man dragen. En daarom kan je een gesloten blikje niet inknijpen. En een open blikje wel. En als we het daar dan toch over hebben. Dat lipje lijkt zo simpel, maar het zit zo goed in elkaar. Als je eraan trekt, is het eigenlijk een piepklein kruiwagentje. Met het uiteinde onderaan als draaipunt, het wiel. En dat klinknageltje is de lading. Op het moment dat er gas ontsnapt uit het blikje, zorgt die interne druk dat de hefboom verschuift. Dat het kruiwagentje zeg maar verandert in een soort wip. En is de klinknagel het draaipunt. Hey, voilà. Proost. Ik geniet ook echt meer van dit slokje nou. Ik hoor je denken, ik hang aan je lippen. Ga door. Oké. Dan het materiaal. Veruit, de meeste blikjes zijn gemaakt van aluminium. Een soort supermetaal met al deze eigenschappen. En ontelbaar veel toepassingen. With aluminum foil. Dat wist je al. Sommige mensen bestaan zelfs deels uit aluminium. En het is in overvloed aanwezig. Fun fact, 8% van de aardkorst bestaat uit aluminium. Alleen zuurstof en silicium komen vaker voor. Bovendien is het een heel duurzaam materiaal. Zo is aluminium veel geschikter om te recyclen dan de andere drankverpakkingen, glas en plastic. Of beter polyethyleenterephthalaat. PET. Fles. Om precies te zijn. Je weet wel, die kleine flesjes waarop ook sinds juli 2021 statiegeld zit. En met succes. We leveren inmiddels 80% van al onze PET-flessen, klein en groot, ook weer in. Terug naar aluminium. Nu al wordt ruim 70% van alle Nu al wordt ruim 70% van de aluminium. Ja, nu gaat het een ding worden. Dit is echt heel kut. Aluminium. Maar nu zit het zo in mijn. En als je even heel langzaam doet. Aluminium. Aluminium blikjes. Aluminium. Nu al wordt wereldwijd ruim 70% van de aluminium. Dit is echt niet normaal. 47 uur later. Nu al wordt wereldwijd ruim 70% van deze blikjes gerecycled. Veel meer dan bij glas en plastic. En bij dat hele recyclingproces, zoals sorteren en het omsmelten, gaat er bij aluminium veel minder materiaal verloren. Oh, en van de drie is het meest kosteneffectief. Lees goedkoop. Tot zover de lofzang. Aluminium is zeker niet de zilveren kogel of het gouden ei dat al onze drankjes 100% duurzaam kan verpakken. Nieuw gewonnen aluminium vergt bij de mijnbouw en het verwerkingsproces alsnog bakken aan energie, met vervuilende stoffen en broeikasgassen erbij. Oh, en weet je nog, die kunststofcoating aan de binnenkant? Die is dus niet te recyclen. The can going inside. And now look at this, when you pull it back out again, not trick photography. Same can. That's the liner that's inside the can. Desalniettemin. Een gerecycled blikje vraagt 20 keer minder energie dan een geheel nieuwe. En anders dan bij glas en PET kan aluminium bijna oneindig door de cyclus heen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Het grootste deel van de blikjes wordt dan ook al hergebruikt. Maar ja, daarvoor moeten ze nu nog wel uit het afval worden gevist. Als ze daar al terechtkomen. En dat brengt ons weer op dat statiegeld. Waarom?
Heel simpel. Een schone instroom, zoals dat heet, maakt al dat recyclen veel makkelijker. En weet je nog, die 150 miljoen blikjes, dat is allemaal troep die je niet wil. Zo is de natuur. Nou, zo is niet de natuur zo. Het zou ook nog eens zeker 50 jaar duren voordat de natuur het afbreekt. En denk aan de schadelijke inkt en die coating waar ik het over had. Of blikjes die in maaimachines terechtkomen en aluminium scherven rondstrooien. Dat is voor niemand leuk. Maar zeker niet voor hun. Kijk die blik. Statiegeld zou die berg afvalblikjes met 70% tot 90% moeten verkleinen. En dus kun je vanaf vandaag bij 5000 supermarkten je blikjes kwijt in dezelfde machines waar je ook je flessen in doet. En er zijn nog 22.000 andere innamepunten, zoals tankstations, NS-stations en sportclubs. Waarom nu eigenlijk pas? Nou, het idee bestond al wel, maar pas in 2021 werd wettelijk bepaald dat zeker 90% van metalen drankverpakkingen ook weer ingezameld moet worden. Dat zou al per afgelopen 1 januari ingaan, maar de sector was er nog niet klaar voor. Er waren IT-problemen, te weinig sorteerapparaten, machines om de blikjes plat te persen. Ook hygiëne is een ding. Flessen hebben doppen, blikjes niet. En er was ook juridisch nog een hoop getouwtrek. Een hoop gedoe. Dat kwam ook door het wereldwijde chiptekort en de enorme personeelsproblemen. Even zonder blikken of blozen. Dit is een schaamteloze abonneeroproep, gewoon even tussendoor. Fuck it. En like en comment en zo, dankjewel. Oké, het duurde een ogenblikje, maar ze zijn er helemaal klaar voor. Vanaf 1 april is het dan toch echt zover. Dus, je blikje wordt weliswaar 15 cent duurder, maar die krijg je ook weer terug. Mits met logo en leesbare barcode. Hij hoeft echt niet puntgaaf te zijn, maar dit... niet meer doen. Gewoon inleveren. Met een blik op de toekomst. En uit respect voor het design. Helemaal mooi. Ik ga nooit meer doen. Het is niet normaal. Tot ziens, jongens. Oh,